glutenvrij eten in het ziekenhuis. Dat is lang niet overal vanzelfsprekend. Maar ik heb gehoord dat het hier in Rijnstaten en Arnhem goed geregeld is. Ik ga hierover in gesprek met Jacqueline Stoffels. Hoe weten jullie of een patiënt glutenvrij moet eten? Er komen hier wekelijks patiënten die glutenvrij moeten eten. Sommige mensen geven dat van tevoren aan. En anderen geven het aan wanneer ze een opnamegesprek hebben. En dan geven ze het bij de verpleegkundige door en die zal dat dan in de computer invoeren. En iedereen is er dan van op de hoogte dat die patiënt glutenvrij moet eten. Hoe weet je nou als patiënt dat je in het Rijnstaten een glutenvrije maaltijd voor je hebt staan? Vanuit de computer weet de serviceassistent wat ze wel en niet aan een patiënt kunnen aanbieden. En bij de warme maaltijd is het zo dat de maaltijd apart bereid wordt in een allergiekeuken. En als die maaltijd klaar is, wordt die gesield. Waardoor er op dat moment ook geen kruisbesmetting plaats kan vinden. Heeft de glutenvrije patiënt eigenlijk ook een keuze in maaltijden? Jazeker. Voor de warme maaltijd hebben ze standaard een keuze uit 8 menus die ze kunnen kiezen. En dat varieert heel erg van gewoon aardappelen, groenten, vlees. Van een rollade met bladspinazie en aardappelen tot een witte rijstschotel met chili con carne bijvoorbeeld. Bij jullie is het dus hartstikke goed geregeld. Maar wat zou jij adviseren aan een patiënt die naar een ander ziekenhuis moet en waarvan die niet zeker weet of het wel goed geregeld is? Dan zou ik contact met het ziekenhuis opnemen of tijdens de opnamegesprek navragen wat er mogelijk of niet mogelijk is in het ziekenhuis. Op die manier neem je het heft in eigen hand en ben je goed voorbereid op je ziekenhuisopname. Gebeurt het wel eens dat mensen niet tevreden zijn? Met celiakie moeten we dat natuurlijk heel erg serieus nemen, dus dat doen we ook. Dan gaan we in gesprek met patiënten. Gelukkig komt het niet zo veel voor. We hebben een hele ruime keuze. En sommigen vinden het zelfs een hotel en daar zijn we erg blij mee. Vind je dat alle ziekenhuizen in Nederland glutenvrij moeten kunnen serveren? Jazeker, ja absoluut. Voor hun is het heel erg belangrijk. Ze zijn in het ziekenhuis om juist beter te worden. En als ze geen goede maaltijden krijgen en er ziek van worden, ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus zeker, absoluut. We krijgen van onze leden terug dat het toch niet in alle Nederlandse ziekenhuizen goed geregeld is met glutenvrij eten. Hoe zou dat volgens jou komen? Ik kan natuurlijk eigenlijk alleen maar vanuit ons eigen ziekenhuis kijken. Wij hebben het hier gewoon goed geregeld. En dus als wij het kunnen, waarom anderen niet? Wat fijn dat glutenvrij eten in het Rijnstaten zo goed onder controle is. Wij maken ons hard om dat overal voor elkaar te krijgen. In elk ziekenhuis.